Prikangst. 35% van de Nederlanders heeft er last van. En nu met die coronavaccinaties in het vooruitzicht, kan dat toch best wel lastig zijn. Gelukkig heeft Elisabeth Huis in het Veld een app ontwikkeld. En daar ben ik natuurlijk wel benieuwd naar. In de wachtkamer van de dokter of tandarts kan het zomaar zijn dat het je even te veel wordt. De kans dat je misselijk wordt of flauw valt is aanwezig. In de app van Elisabeth speel je spelletjes waarbij je symbolen moet inkleuren. En de selfie-camera van de telefoon, die ziet jouw gezicht. En die ziet signalen van angst of flauwvallen, bijvoorbeeld omdat je bleek begint te worden. Het spelen van de puzzels zorgt ervoor dat je rustiger wordt. En dus met minder stress de prik krijgt. Daar wil ik meer over weten. En het wonder dat die angst stijgt en stijgt en stijgt. En juist piekt op het moment dat die naald in je arm gaat. Kijk, daar is ze, Elisabeth. Hey, hallo. Sorry. Oh, hey. Ja, nee, kom binnen. Oké, hartstikke goed. Hey, ik heb net al eventjes jouw app mogen uitproberen. Ja. Super gaaf wat je hebt gemaakt. Maar dan vraag ik me ook meteen af, waar komt die prikangst bij zoveel mensen vandaan? Je hersenen kunnen echt heel heftig reageren op het zien van naalden. En dan vooral in de gebieden die gaan over emotieverwerking, pijn, actie, je arm weg willen trekken, jezelf willen beschermen. Dus mensen die worden misselijk, die gaan zweten, die krijgen hartkloppingen, die gaan overgeven, ze kunnen flauwvallen. En dit is zo'n nare ervaring eigenlijk, dat de volgende keer dat je geprikt moet worden, je zenuwachtig bent. Misschien een beetje bang. En zo komen mensen echt in een negatieve spiraal terecht van angst en flauwvallen. En er wordt eigenlijk al heel veel gedaan. Zo heb ik gelezen over lachgas bijvoorbeeld. Ja. Maar jij hebt een app ontwikkeld. Waarom een app? Ik dacht, ja, wat nou als je de patiënt die hier zo'n last van heeft, kan helpen op het moment, ja, vlak voor die prik. Ja, dan kom je toch heel snel op een app uit. Ook zeker omdat wij in ons onderzoek aan het kijken zijn naar hoe kunnen wij in jouw gezicht zien dat het fout met jou gaat voordat jij dat zelf doorhebt. Bij mensen die angstig zijn valt zeker 1 op de 5 wel flauw. Ja. Ja, ik wil hier nog veel meer over horen, dus laten we een plekje zoeken. Ja. In 2019 ontving Elisabeth een take-off subsidie om haar eerste prototype te ontwikkelen. Een van de onderzoeksmethodes die zij voor haar app gebruikt is deze warmtebeeldcamera. Hiermee kan ik precies zien hoe warm je bent en waar in je gezicht. Je bent nu redelijk warm, je neus is best wel koud. Oh. En je bril die is ook heel koud, want we kunnen niet door glas heen kijken. We zijn lekker aan het spelen met de camera, maar waar heb je deze camera voor ingezet bij je onderzoek? Nou, dit is onze belangrijkste dataverzamelingsmethode. We filmen mensen gedurende of een nepdonatie of een echte donatie. En deze beelden gebruiken we om een algoritme te kunnen maken wat uit de beelden kan opmaken hoe het met je gaat. Een telefoon beschikt natuurlijk niet over een warmtecamera, maar de selfiestand van je telefoon registreert wel de kleur van je huid en eventuele vlekjes. Vernieuwend voor de wetenschap. Eigenlijk is het flauwvallen nog heel erg onbegrepen. We weten niet precies waarom het gebeurt. En mijn onderzoek gaat daar hopelijk antwoord op geven. De eerste keer dat ik met dit in aanraking kwam, was dus ook bij de bloedbank. En dat ik met een meisje aan het praten was gedurende die donatieprocedure. En dat ik haar flauw zag vallen. En dat triggerde mij enorm. Ik ben toen heel veel gaan praten met donors. En ik kreeg zoveel verhalen te horen. Ik heb toen wel besloten van mijn onderzoek moet ook meteen iets gaan toevoegen aan de gezondheidszorg. Het onderzoek is heel multidisciplinair, want we hebben het over medische problemen, neurologische problemen en de oplossing is artificial intelligence. De app maakt gebruik van een algoritme dat symptomen in het gezicht herkent en verwerkt in het spel. Dit proces heet biofeedback. De game wordt nu nog niet gebruikt, maar Elisabeth heeft al ideeën voor een afzetmarkt. Ja, voor de bloedbank is het bijvoorbeeld heel vervelend dat een bloeddonor komt doneren. Komt voor de eerste keer, kost heel veel geld om die persoon helemaal te testen. En vervolgens komt die persoon nooit meer terug. Dus ja, als je als wetenschapper dan toch kan nadenken, ook al is het een beetje tegen onze natuur in, van ja, hoeveel kost een probleem en voor wie? Ja, dan kun je gaan nadenken over wat voor verdienmodel daarachter zit. Elisabeth geeft les op Tilburg University en werkt daarnaast bij Bloedbank Sanquin. Voor de app en het onderzoek heeft ze hulp gehad van haar promovenda Judita en een business developer. En hij geeft haar de nodige tips. Door er gelijk vanaf het begin af aan, terwijl je het onderzoek opzet, na te denken over hoe je de oplossing zou willen maken. En hoe die twee dingen dus bij elkaar
moeten passen. Durven om met imperfecte dingen naar buiten te komen en daar met de mensen die ermee moeten werken, om daarover te praten en dan openstaan voor kritiek. Ik denk dat heel veel wetenschappers, waaronder ik, de neiging hebben om ons 4 jaar lang op te sluiten in ons kantoor en dan naar buiten te komen met dé oplossing. En ik dacht, dat moet ik niet doen. Ik moet zorgen dat ik continu de stakeholders erbij betrek.